heren, vrienden, vriendinnen, Amsterdammers. Welkom in de OBA. OBA Amsterdam, de grote bibliotheek. Mooi dat we hier weer kunnen zijn vandaag. Ik ben Chris Kellemans, samen met Jaak Lacoot, de host voor de zesde editie van het Amsterdams Buurtfilmfestival. Het is het wonderbaarlijkste en het populairste en het luiste festival van de wereld. Ga ik jullie even uitleggen. Het is wonderbaarlijk omdat, voor zover wij weten, er nog steeds nergens ter wereld deze formule is gekopieerd. En die formule is geniaal. Maar Amsterdam is nog steeds de enige die dat doorheeft. Het is het populairste festival van Amsterdam, want alle filmmakers die kunnen, die zijn er. En die nemen dan iemand mee. En het is corona, dus dan ben je meteen uitverkocht. Zoals ook vandaag. Mag ik handen zien van mensen die films hebben gemaakt? Kijk. Zo. Dus iedereen die geen films maakt zoals ik, kan vandaag veel leren. Het is ook het luiste festival van de wereld, want je hoeft alleen maar in je stoel te gaan zitten en je ziet de hele stad. Je hoeft nergens door de regen naartoe te fietsen. Je hoeft nergens moeilijk te doen met of je binnen kan of niet. Je hoeft niet bang te zijn dat het onveilig is. Je krijgt gewoon de hele stad te zien in het Amsterdamse Buurtfestival. Dit jaar zesde editie. Dwars door alles heen gebeurt het toch. En dat hebben we te danken aan een man die we nu, alsof deze zaal met 2000 mensen vol zit, met een ovationeel applaus gaan verwelkomen. Kibret Mekkel. Amsterdamse Buurtfilmfestival is een festival ooit 6-7 jaar geleden klein begonnen in Amsterdam Oost, Indische buurt waar ik zelf woon. Maar dan groeit elke jaar, zoals wij vandaag hier met zijn 50 mensen in de zaal. Ondanks de coronamaatregelen zouden we hier met 265 mensen in de zaal zitten. Dat is niet gebeurd. Wie weet, volgend jaar wel. Ik moet wel iedere mensen bedanken die hier meegemaakt hebben. Speciaal voor de makers, filmmakers, speciaal voor de mensen die het voor de eerste keer film gemaakt hebben met ons mooie intensieve 2 dagen workshop ABFF Filmlab. Bijzonder, we hebben dit jaar 5 of 6 kortfilmpjes gemaakt door de mensen die nooit film gemaakt hebben, of misschien voor de eerste keer. En nu beginnen wij hier in de zaal. En dankjewel. Dat gaan we natuurlijk eerst officieel laten openen door onze dierbare wethouder van kunst en cultuur, Doria Meriani. Dankjewel. Wereldberoemd, zei de moderator volgens mij. Iedereen zou hem moeten kennen. Ik moet eerlijk bekennen, ik kende hem niet. En de eerste keer dat ik Kibret sprak was online, in februari dit jaar. En hij bleek al 6 jaar dit te doen. Tenminste, we zijn volgens mij de 6e editie. En timmer je al heel lang aan de weg. En ook wat ik hoor van alle verhalen tot nu toe, is dat het bereik enorm is, omdat je met al die verschillende filmmakers inderdaad het perspectief van de hele stad en de hele wereld laat zien. Wat ik wel mooi vind in de titel, Buurtfestival, dan denken mensen dat het alleen maar voor de buurt is, terwijl het gewoon de wereld hier bij elkaar komt. En dat zijn mooie insteken, verschillende perspectieven van al die verschillende makers, op de wereld, op de stad en hoe we met z'n allen kijken naar die stad. En de eenvoud waarop je dit hebt gedaan, zeg maar, al die mensen, dat is wat Chris net ook zei, dat vind ik echt mooi. Ik schaam dus diep dat het zo lang heeft geduurd voor dat het bij mij aankwam. Maar ik ken ook wel heel veel plekken, maar jou nog niet en je organisatie nog niet. Maar weet me te vinden en ik hoop dat we daarmee ook als gemeente en als stad in die zin ook de relaties het lijntje kort houden, maar dan moet ik echt wel iets meer gaan zien. Dus ik ben heel benieuwd naar jullie als filmmaker allemaal hebben gemaakt. Ik begreep dat jullie één iemand mochten meenemen. Ik hoop eigenlijk ook een editie mee te maken de volgende keer. Nou ja, in groter verband op verschillende plekken, want volgens mij zit je in Oost, maar ben je ook in West bezig. En heb je eigenlijk ook een lab waarbij je verschillende plekken
dit onder de aandacht wil brengen. Want ik denk ook dat de vorm heel toegankelijk en heel mooi is. En ik hoop ook dat alle andere stadsdelen dit zeg maar gaan adopteren. Dus dit is een soort van iets waar, maar dan heel anders ingestoken, laat ik het zo zeggen. Dus het is een soort, nee, ik hou het bij jou na, ga ik dan zeggen, volgens mij is het dezelfde vorm. Alleen veel toegankelijker en voor iedereen bereikbaar, voor alle makers. Dus ik ben enorm trots, ook dat we hier in Europa met een grootstedelijke functie, maar tegelijkertijd een plek waar je zo binnen kan lopen. Dus eigenlijk de vorm zoals jullie je programma maken. Daar wil ik je voor danken. Dan komt nu het officiële moment. Dus hierbij is het festival geopend. Dank je wel. Mooi, dank je wel. Deze eerste cocktail geeft ook een beeld van hoe Amsterdam zich door de corona heen slaat. Want dat is het mooie van zo'n festival. Het is echt een barometer van wat er nu in de stad gebeurt. Dat gaan we nu zien in een reeks korte films van het eerste cocktail van dit buurtfilm op het festival. Geniet!